Universiteit van Nederland. Legt uit. Kunnen computers jouw gedachten lezen? Misschien de laatste tijd voor steeds meer mensen wel een angstbeeld. Dat je allemaal worden ingeplucht met een chip in onze hersenen. Dat je dan misschien op een tablet of zo wel live kan meekijken naar wat ik denk. En op zich, er zijn de laatste tijd veel doorbraken in dit vakgebied. Met mensen die chips krijgen waarmee ze weer kunnen horen of kunnen zien. Er zijn bijvoorbeeld experimenten gedaan met mensen die niet meer kunnen communiceren. En die via zo'n hersenimplantaat alleen maar door proberen te praten en die hersenactiviteit te ontcijferen, een computer voor ze laten praten. Maar ik zal je geruststellen, dat heeft niks te maken met gedachtenlezen. Van de hersenen weten we aan de ene kant best wel veel, maar aan de andere kant best wel weinig. We weten bijvoorbeeld best wel goed welke hersendelen waarmee iets te maken hebben. Als we bijvoorbeeld van de hersenen een platte kaart maken, dan zien we eerst een aantal grote hersengebieden zoals de frontale kwab, parietale kwab, occipitale kwab en de temporele kwab. Maar ook iets kleinere gebieden zoals de motorische schors en nog kleinere gebiedjes zoals het centrum van Broca, het centrum van Wernicke, de hypofyse, de amygdala en de hippocampus. We weten van al deze gebieden best goed wat ze doen. Maar wat de relatie is tussen je hersenen en gedachten, daar weten we nog best weinig van af. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je verliefd bent? Zit verliefdheid überhaupt in je brein? Daar weten we nog best weinig van af. Er is één uitzondering en dat is de motorische schors. Het hersengebied wat verantwoordelijk is voor het aansturen van je bewegingen. Bijvoorbeeld je benen, je armen, je ogen, maar ook je mond en bijvoorbeeld je kaakspieren en je tong. En het bijzondere is, dit hersengebied blijft actief ook als je lichaamsdelen het niet meer doen. Bijvoorbeeld als je verlamd bent, kan je motorische schors nog steeds de opdracht geven, steek je arm uit. En dat kun je allemaal zien als je een matje met elektrodes op de motorische schors legt. Die meten wanneer welk gedeelte van de motorische schors actief is. En daar kan je patronen in gaan herkennen. Dit is bijvoorbeeld de hersenactiviteit als je je kaak aanstuurt, waarbij je zowel linksonder als rechtsboven een actieve elektrode ziet. En dit is de hersenactiviteit als je je lipspieren aanstuurt. En dit is de hersenactiviteit als je je tongspier aanstuurt. Alle klanken die we maken of woorden die we zeggen zijn eigenlijk een combinatie van het bewegen van de kaakspier, de lipspier en de tongspier. En dat werkt nog steeds ook voor mensen die niet meer kunnen spreken. Als je een verlamd persoon vraagt om hardop het woord brood te zeggen, dan zal diens motorische schors actief worden zonder dat de spraakspieren worden aangestuurd. Maar dat is geen gedachten lezen, dat is beweging lezen. Want pas als deze mensen actief een woord proberen te zeggen, wordt hun motorische cortex actief. De gedachten die ze daarvoor hadden, dat weten we niet precies. Het is eigenlijk ook een filosofische vraag. Waar zitten je gedachten? En vroeger dachten we dat die in het brein zaten of tussen je schedel. Maar tegenwoordig weten we eigenlijk dat je zenuwstelsel door je hele lichaam loopt. Het ontvangt signalen, het stuurt signalen door en eigenlijk zou je dat hele systeem je hersenen kunnen noemen. Die zijn eigenlijk zo nauw verweven met dat lichaam dat dat systeem ook moet voeden, dat het eigenlijk niet klopt om lichaam en geest zo uit elkaar te halen. Dat geldt dus ook voor gedachten. Die zitten niet in je brein, maar die liggen verweven door je lichaam. Je kan je brein en lichaam eigenlijk zien als een spoornetwerk en je gedachten als het verkeer. Het hoofdstation zijn dan je hersenen, de rails zijn je zenuwen, de treintjes zijn misschien de signalen die door je zenuwen worden heen gestuurd van en naar je brein. Maar het verkeer, en dus de gedachten, zijn niet aan te wijzen op één plek. En daarom kan je dus niet gedachten lezen in het brein. Als je een implantaat in het brein stopt, dan lees je alleen maar op dit stukje van het hele netwerk iets af. Terwijl gedachten ontstaan in interactie tussen het brein, de zenuwen, de signalen tussen je zenuwen en de omgeving. Dat klinkt misschien vaag, maar eigenlijk komt het heel erg overeen met hoe we dingen beleven. In alledaagse situaties zijn we eigenlijk heel goed in gedachten lezen. Ga maar na. Ons lichaam geeft allerlei signalen die laten zien wat er in mij afspeelt. Als ik bijvoorbeeld boos ben, dan ga ik fronsen. En als we zenuwachtig zijn, worden we rood. En als we iemand leuk vinden, is er een hele trits aan dingen die we gaan doen als diegene in de buurt is. En dat is veel betrouwbaarder en zit veel meer informatie in dan dat je met zo'n kleine chip in de hersenen kan afmeten. Hersenchips meten hersenactiviteit, geen gedachten. Even je apps bijwerken op de wc. Lijkt misschien een goed idee, is het niet zo, want het kan schadelijk zijn voor je blaas en voor je darmen. Ik ben Maxime Kummeling en in de volgende aflevering leg ik je uit waarom dat zo is.